Yo mensen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Vandaag gaan we Fortnite Battle Royale spelen. En ik ben trouwens Oli, de tweede, tweede beheerder van het kanaal. En laten we maar naar Rito Ro gaan. Ik vind het best wel een chille plek. Wel kut dat het nu vooraan staat, aangezien heel veel mensen er nu heen gaan waarschijnlijk. Maar ja, maakt niet uit, gewoon doen joh. Ja, best wel veel, maar komt wel goed joh. Even denken, want welke huis gaan we pakken? Ik pak nooit die zwarte daken huizen. Ik vind dat niet echt chill. Ik denk dat ik het achterste huis pak. Ja. En daarna die of daarna die. We zullen zien. Ik ga wel aan dit kant het openmaken. Oké, zo. Oké, één chest, lekker. Ja, is wel decent stuff. Even snel drinken. Niet dat er opeens mensen in mijn huis komen. Nu heb ik dat alvast gedaan, weet je dus. Altijd handig als je bullets op zijn, heb je nog een pistool. Twee chesten, nice. Wat zit hierin? Een machine gun. En een heal potion. Shield potion bedoel ik. Mwa, is niet echt heel... Mwa, het is wel goed genoeg. Nou. Pakken we deze, switchen we met die. Nou, dan gooien we hem vandaag. Zo, kleine indeling gemaakt. Nice, rockets. Altijd handig. Oh, nog een shield potion. Gewoon meenemen. We zien straks wel als we nog gekkerd gedamaged worden. Het zit ook in een cirkel. Dat is nice. Oh ja, hier was ik natuurlijk al geweest. Hier was ook al iemand, denk ik. Nee, maar we zien wel, daar gaan we straks heen. We gaan hier, ik ben nu toch al naar dit huis aan het lopen. Oh, hier is iemand al geweest, sowieso. Kut. Ik hoop niet dat hier iemand... Dan gaan we toch hierheen, joh. Skip dat. Oké. Nice. Dit pakken, ja. Hey shit. Jeetje. Zo. Nice. Ah, zo. Lekker granaten. Altijd handig. Nog een chest. Dat zal je de maatje. Ah, kut. Dat ging per ongeluk. Nice. Twee shields. En, oh. Waar zijn die andere mensen heen? Gegaan. Even kijken, hier ligt vaak ook nog wel iets van een wapen. Ah, bricks. Goed genoeg, 30, dus dat is nice. Ik bedoel stone. Zijn hier mensen? Ja, iemand is hier gespawnd, toch? Of niet? We zullen het zien. Dit is sowieso sterker dan die gun. Dan die pistool. Ook al is het maar normale. Het is wel beter dan... Okay. Dit is precies iemand die ook altijd de deuren dicht doet. Ja, ik denk dat het niet echt... Ik ga niks meer opleveren om daarop te bouwen. Want ik denk dat hij toch niks heeft achtergelaten voor mij. Of ik bedoel dat hij iets dubbel had. Hij had maar twee chests of misschien maar één. Oké, hier is iemand doodgaan, dat zie je duidelijk. Even voorzichtig. Dat zijn best mensen. Oh, kut, ik moet wel de deur open doen, kut. Smoke grenades, alles. Testbank.
iemand komt. Hij is dood, nice. Oh, hij liet me wel even schrikken hoor, want ik wist maar niet waar hij was. Uiteindelijk was hij gewoon daar, jeetje. Ja, wat gaan we meenemen? Ik drink deze op. Tenzij we een slurpje vinden, maar ja, zal wel, we drinken dat gewoon op scheid. Pakken we dit. Altijd wel handig, denk ik. Om weg te komen ofzo. Spring weer even overheen snel. Okay. Zit er nog een chest? Ligt een chest op. Nice. Je kan alleen die chest daarboven pakken als je een brug hebt gebouwd. En dat is nog niet gebeurd. Dus dat is nice. Dit dicht doen. Lekker. Daar wacht ik op. En dan gaan we dit even... Nou ja, er zijn wel 9 trouwens. Nou, skip dat. Ja, we nemen het toch mee. Ja, ik weet, ja. Weet je, ik vind dit wapen wel sterk. Alleen, ik vind deze wat accurater. Hij is wat, ja. Oké, nu niet doodgaan, anders ga ik mezelf echt, kut, ergens iemand. Kut, uit mijn zien. Lekker, hij is dood. Ik merk wel dat ik een klein beetje lag heb als ik dit spel. Als ik het opneem bedoel ik, deze game. Maar ja, het is maar zo, weet je. Dus ja, soms vind ik het echt lastig om goed te richten. Omdat mijn FPS gewoon dan of heel kut is ofzo. Maar we zijn nog niet dood, dus dat is lekker. Top 29 al. Dat is ook wel netjes, dus ik ben er wel tevreden mee. Was er nou iemand? Dat weet ik niet. We zullen het snel genoeg zien, hè. Nee. Oh, wow. Net niet. Maar er zit in ieder geval niemand in. Nou, dit is lekker gedaan, dit. Nou, sorry, wat doe je dat goed. Niet een heel eind rennen, dus daar ben ik wel tevreden mee. Oké, wat ligt hier? Ligt hier dan de Keizerling chapter of zo? Ja, nice. Hierboven ligt ook nog iets. Ik weet niet precies wat. Volgens mij is het nog niet geloot dan. Misschien hierboven nog een chest. Ah, dat wordt wel hard om erbij te komen. Dat wordt wel even moeilijk. Maar ik weet nog steeds niet of er daar wel iets ligt of niet. Dus dat wordt even kijken. Ja, ik hoor geen chest, dus hier is sowieso niks. Helaas. Ja, laten we maar hierheen gaan. Dat is volgens mij de... Oh, kut. Oh mijn god. Ik dacht bijna dat ik ging verliezen, joh. Ik ging er eigenlijk al vanuit dat ik ging verliezen. Ik dacht niet weer. Ik dacht niet nu. Niet verliezen, sorry. Doe het niet. Niet doodgaan. Maar ja, niet dood. Ik ben uiteindelijk niet doodgaan, dus dat vind ik wel goed. Ja, nu zitten we nog met het probleem dat ik heel nodig... Dat ik echt zware shit... Wacht, misschien ligt daar wel iets. Je weet nooit. Of hier, wacht. Ja, ik ga hier even staan. Het kan best zijn dat het daar nog niet gloed is. Oké, let's go.
Daar is wel gebouwd al, maar ik denk dat het niet toen net is gedaan. Dat is al, denk ik, echt al een paar minuten geleden gebouwd. Ja, dit is ook lekker dicht bij de grens, zeg maar, van de... Ah, nee, hier is nog niemand geweest naast. Ik denk dat niemand daar is geweest. Oh, daar is wel iemand geweest. Nu nog hopen dat ik niet ergens in mijn bek word gepakt door iemand. Oh, ik heb echt heal nodig, joh. Ik heb iets nodig van heal. Jezus, toch. We kunnen niet. We moeten wel, we moeten. We moeten kijken. We moeten wel. Kijk, snap je. Hier is gekke granaten shit geweest ofzo. Of niet? Ja. Dit is wel een beetje kut. Dat we geen hield kunnen vinden. Aangezien, ja. 58 hield kan op zich wel. Maar een paar, één klap en ik ben letterlijk dood met een goed wapen. Dus. Ja, daar is ook nog niet niemand geweest. Maar er zijn nog maar 14 mensen over in zo'n groot stuk. Dus ik denk niet dat we heel snel iemand zullen tegenkomen. Maar het kan best zijn dat mensen wel dichtbij me zitten. Ik hoor wel heel vaag iets geschoten ergens, maar niet dicht in de buurt. Okay. Iemand moet ergens bandjes hebben. Oh, nou, wauw, niemand is, heeft die luertjes geloot. Wauw. Oh, de tijd gaat wel snel, man. Lekker! Nice! Hij heeft gewoon die shit, man. Oh, nice. Even snel op een beschut plekje zitten. Nice! Had hij niet verwacht dat ik opeens iemand zou tegenkomen. Like, opeens bam, hij was er. Oh, dat ging wel nice. Ja, ik hoef die bandjes niet per se te hebben. Wacht, hoeveel zijn het er? Oh, maar 5. Ja, dan pak ik dit. Met granaat heb ik zeg maar meer aan. Daar ligt nog iets blauws. En hier een pot. Lekker. Dit willen we zien. Dit willen we zien. Je kan die pakken. Maar ik vind tactical. Ja, ik vind dat ding niet heel erg chill. Dus ik skip dat wel even nu. Wow, even omlopen. Okay. Nu gaan we even die andere hieldpot pakken. Want volgens mij is het wel een hieldpot. Nog meer granaten. Lekker dan. Hopelijk vinden we nog iets met een blauwe burst of zo. Dat zou wel lijp zijn. Oh, het is geen healpot. Het is een fucking shotgun. Dat is wel even kloten. Maar maakt niet uit. We zitten op 100. En 50. Dus dat is wel netjes. Dat is niet heel slecht. Lekker. Lekker veel traps. Schoot iemand op mij? Dat is de vraag. Schoot er iemand? Volgens mij wel. Maar hij raakt dit niet. Oké, hier is nog meer. Ah, hier is niks. Kut. Als iemand door mij schoot, heb ik echt een probleem. Aangezien deze trap echt hels is. Om af te gaan. Als je ook al niet weet waar iemand zit. Fok. Wel chill dat het in een deel van Salty Springs de cirkel is. Dan kan ik daar voor traps in huis zetten. Dus die is niet aankomen. Dat gaat lekker worden. Oké. Moeten we even oppassen met wat we doen. Dit is heel riskant wat ik nu aan het doen ben. Ja, zie je. Ja, één iemand dood. Lekker nice. Nice. Oké, hij heeft goede stuff. Nice. Hij heeft een sniper. Hij heeft goede shit. Lekker dan. Skip die shit. We hebben dit. Dus dat is nice. Hier is nog niet geloot. Ai, dit potje gaat lekker zeg. Tot nu toe dan, hè. Maar oké, even die wapens veranderen. Dit is wel nice, want nu hebben we best wel redelijke wapens. Alleen, even kijken. Het is hier precies boven. Ah, nee, nee. Precies weer zo'n actie voor mij. Oh, wauw. Een slurpie. Gaan we die nemen of niet? Ja, gewoon nemen, scheid. Ja, ik kan me echt als een gek verklaren.
Wat eigenlijk ook wel logisch is, maar ik heb even geen zin om die Slurpee mee te sjouwen en die andere laten liggen, weet je. Want als ik geattackt word, dan weet ik zeker weten dat ik meer aan die yield heb dan aan de Slurpee. Kijk, snel dit. Snel, snel, snel. Lekker, nice. Oké, en daarna heel snel rennen. 3, 2, 1. Nice, lekker dan. Top 7. Dit wordt spannend. 999 hout. Oké. Nou, hier heb ik vrij weinig aan. Sommige mensen zeggen dat smoke grenades beter zijn dan... ja, hoe zeg je dat? Ja, dan echte grenades, maar... Alleen maar omdat het groen is, weet je. Maar ik heb er niet echt heel veel... Ik vind het niet echt waar, zeg maar. Ik vind het niet... Ik vind een normale granaat wel sterker. Kut, ik word geraakt, maar ik weet niet van waar. Oké, ik word van een koude bosje, vriend. Wat een homo. Nee, oh, jammer. Maar ja, dit was de eerste aflevering. Hopelijk vonden jullie het leuk. Abonneer, like en ja, hier komt dus een soort van serie van. Dan zie ik jullie later.